Dit vind ik niet mooi, volgens mij. Maar ik vind hem ook weer niet dat ik denk van wauw, tulpen, top. En ik ben verliefd op hem en hij is 45 of zo, but I don't care. Hey, vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie en ik ga reageren op de Emmy Awards. En niet op de awards zelf, maar op de outfits die er zijn. Of nou ja, de outfits. Oeh, Natasha Lyonne van Orange is the New Black. Ik vind het zo grappig, want alle actrices en mensen zeg maar uit Orange... In Orange zien ze er eigenlijk meestal echt heel erg lelijk of weet je wel, moe of whatever uit. En als je dan ineens in zeg maar zo'n Oscar of Emmys of iets ziet, dan zien ze er natuurlijk weer heel opgetut uit. En dat vind ik altijd heel grappig om te zien, omdat het echt een enorme transformatie is. Ik vind het wel mooi, maar ik vind het niet echt een fantastische jurk, want I don't know. Ik weet niet. Ik vind het gewoon niet super mooi of zo. Wauw. Joey King. Ik vind het zo leuk dat zij Joey heet. Ik vind haar heel mooi. Ja, dat vind ik een hele mooie jurk. Er gebeurt gewoon verschillende dingen, zeg maar. Het lijkt alsof het soort van een verband is wat om haar lichaam is gewikkeld, zeg maar, de bovenkant. En dan loopt het heel erg speels uit in echt zo'n hele mooie poofy jurk. En het is super mooi. Oh my god. Darren Criss. Ik vind hem wel echt tof. Dit vind ik dus wel leuk, want wat ik al zei, je hebt dus heel vaak gewoon een zwart pak. En dit is, ik weet niet precies hoe je het moet noemen, maar het ziet er wel, ik vind het wel er tof uitzien. Van met een soort van glinster, zilver, iets of zo erbij. I like it. Wel een broek en een pak, maar het loopt uit als een soort rok. Aan de ene kant vind ik het idee wel tof, maar ik vind tot nu toe hoe het staat gewoon niet zo tof staan of zo. Oh my god, Leslie Jones. De naam komt me bekend voor, maar ik weet even niet van wat. Heel tof. Dit is echt lekker rainbow en snoepjes of zo in Candy Cottonland. Ja, vet. Wow. Dit vind ik niet mooi. Volgens mij. Heel apart. Heel interessant om naar te kijken, maar niet mooi. Hey, daar hebben we John Legend. In ook een pak, maar in het knalblauw. Wat echt gewoon perfect meeblendt met zijn achtergrond. Zij is sowieso de moeder in een serie of zo. Dit vind ik niet mooi. Ik weet niet precies wat het printje is. Een soort van blaadjesprint. Ja, ik vind het een beetje een soort van 2010 of zo. Ik vind haar altijd zo grappig. Zij heeft zulke typische rollen altijd. En ik vind haar heel leuk, een mooie vrouw. Maar deze jurk niet zo. Oké, dus je hebt gewoon een soort van de basis van om je middel. En dan heb je hier dat poofy. Dat vind ik al niet echt heel erg fantastisch. Bij de bovenbenen, nou ja, daar zit het ook poofy. Wat waarschijnlijk zo hoort. Alleen het ziet er gewoon net raar uit of zo. Nou ja, donkerblauw of zwart met kant is wel gewoon mooi. Maar not a fan. Oeh, Vanessa Kirby. Oh, zij was van Mission Impossible volgens mij. Dit vind ik wel heel mooi. Dit is ook simpel, maar ik vind het wel echt een soort van... Het geeft wel een beetje een soort van mermaid look vibe iets. Haar haar zit ook heel mooi, vind ik. Ook al is het een simpele jurk, het accentueert haar lichaam heel mooi. I like this one. Aha, Millie Bobby Brown. Ik weet dus niet, er zijn zoveel variërende meningen over dit meisje dat ik niet weet wat ik er zelf van vind. Verder maakt het ook niet veel uit. Maar wat vind ik van de jurk? Ja, dit is dus ook weer wat ik bedoel. Aan de ene kant, het is een heel erg expres haar hijsen in zo'n heel erg girly-achtig jurkje. Terwijl ik haar, ik weet niet waarom, maar niet echt zo girly associeer. I don't know, het is wel een mooie jurk. Het is wel een mooie jurk en haar haar zit leuk. Het is lief. Ik vind het wel leuker dan die van Sadie. Wow. Megan Mullally. Geen idee wie dit is. Interessante jurk, maar ik ben er niet helemaal fan van. Ik vind hem ook niet lelijk of zo. Ik vind hem wel, zeg maar, je gaat er wel naar kijken, want je denkt van, oh, wat is dit nou? Maar ik vind hem ook weer niet dat ik denk van, wauw, tulpen. Top. Geen idee wie dit is. Emmy Sedaris. Ja, dit is ook weer met zo'n hele lage accent, zeg maar, op de heupen. Of onder de heupen misschien wel. Dat is misschien gewoon niet mijn ding. Ik vind het niet lelijk, maar ik word er ook niet echt warm van. Wow. Oh my god. Jonathan Van Ness. Geen idee wie dit is. Wat heeft hij eronder aan? Ik kan het niet goed zien wat het nou is. Maar er zit nog iets. Maar het is huidkleurig. En het zit om zijn nek of zo. Maar in een wit pak. En een strakke snor. En zijn haar lekker strak. Ja, ik vind het wel tof. Yes. Samira Wiley. Poesé. Ik mis Poesé. Mooie jurk. Ik vind het dus ook weer heel leuk om haar dan in echt zo'n fancy outfit te zien. Ja, ik vind het wel een simpele jurk. Maar dat maakt op zich verder ook niet uit. Omdat het natuurlijk gewoon zo... is in your face. Silver. Love it. Wauw. Ik weet niet wie dit is, maar ik vind dit er wel echt tof uit. Zien. 10 friends. Geen idee, maar wel echt heel vet pak. Props naar de guys die dan niet in een zwart pak komen, maar in iets anders. Hey, nog iemand in zo'n caramel brown. Is dit dezelfde man? Lijkt bijna dezelfde man, maar ik ben met deze. Eigenlijk een beetje hetzelfde principe.
Maar dan met hoge laarzen in plaats van wit beige. En dan een soort van kimono lijkt het. Ja, dit vind ik ook heel tof. Oh, ik vind haar zo grappig. Allison Janney. Speelt altijd een beetje de gekke moeder in films en zo. Dat doet me een beetje denken aan Jamie Lee Curtis. Gedurfd, heftig, maar ik vind het niet heel mooi of zo. Maar dus misschien omdat ik niet echt van die kleur roze paars hou. Oeh, Letitia Wright. Dat vind ik dan ook weer grappig. Van, waarom heet ik dat? Black Panther. En daar is dan echt zo'n speels chickie. En helemaal leuk en helemaal stoer. En dan heeft ze hier zo heel iets sierlijks aan. Maar ik vind het wel heel mooi. Oh my god, Gwendolyn Christie. Ik vind haar ook zo fucking tof in Game of Thrones. Alleen, ze heeft een hele witte huid en dan blond haar. En ik weet niet, ik vind het gele niet echt passen dan of zo. Ook al hou ik van geel, maar ik vind het haar niet zo heel mooi staan. Oh, Luke Evans. Oké, redelijk basic, maar toch net even wat anders. En ik ben verliefd op hem en hij is 45 of zo, but I don't care. Oh, deze vind ik heel mooi. Michelle Dockery. Zeg ik dat goed? Dockery. Wauw, deze vind ik heel tof. Beetje bruin, maar dan een beetje met een rozig tint in haar haar. En dan echt zo'n elfenjurkje. Gewoon echt zo'n sprookjesjurk. Dit zou ik echt wel een keer aan willen, zo'n jurk. Het is sowieso lichtblauw en peachy oranje. Heel mooi samenstaan. Hey, Woa. Deze guy. Max Minkel. Mingle. Darkest Hour. Underrated film. Die vond ik echt heel leuk. Blauw pak. Ook weer blended. Net zoals John Legend. Ja, mooi. Ja, yes, Constance Wu. Ik wist niet dat ze Constance heet. Van ook Crazy Rich Asians. Aan de ene kant denk ik ja, mooi. Maar aan de andere kant weet ik niet wat er allemaal hier gebeurt. En vind ik, zou ik hem denk ik mooier. Ja, was hij denk ik mooier geweest als het gewoon een simpele hals had of zo. Ik vind haar echt heel leuk in die film. Maar dit vind ik niet zo heel erg leuk. Oké, ik blijf op terugkomen dat ik Madeline's jurk niet heel erg top vind. Joey Keery. Blauwe pakken zijn wel een beetje een ding dit jaar volgens mij. Zijn haar is zo intens. Love it. Ja, oh, die schoenen zijn top. Oh, deze is wel leuk. Natalia Dyer. Ook van Stranger Things. Love it. Ik denk alleen dat misschien een andere kleur iets beter had gestaan. Weer een pak, maar dan met een vrouw. Suzanne Cryer, ken ik niet. Een soort van het idee ervan vind ik tof, maar de uitwerking niet zo of zoiets. Dit is hem net niet voor mij. Ook al ben ik echt van de pakken, dus don't get me wrong, maar oeh, Rory Gilmore. Ik zag deze volgens mij al voorbij komen, maar dan met zo van worst dresses van dit jaar. En ik weet niet per se of het echt de worst is, maar ik snap ook niet echt wat er allemaal aan de hand is. Sowieso heeft ze altijd wel een lieflijk, weet je wel. Als je haar naar haar kijkt, dan denk je, ah, oh, Rory. Ze is niet echt badass of zo. Dus daarbij past het wel bij haar. Maar het is gewoon een beetje gek. Ik vind hem niet lelijk, maar het is gewoon een beetje gek. Wow. Oh my god, Amanda Crew. Die film met Zac Efron, die heel dramatisch is. Maar dit vind ik dan wel weer tof. Dit is ook een pak, maar deze zou ik dan wel aan willen trekken. Want dit ziet er echt gewoon top uit. Niet comfortabel, want volgens mij doet het echt ziek pijn. Maar het ziet er wel gaaf uit. Oeh, Ellie Kemper. Ik vind haar echt altijd zo leuk overkomen. Echt zo'n bubbly iemand. Ze is redhead, love it. Ja, ik vind het wel een leuk jurk. Ik heb er niet echt een hele speciale mening over of zo. Maar ja, ik vind hem wel leuk. Niet lelijk, niet fantastisch. Wel leuk. Oeh. Hoe is dit? Erin Lim. Deze vind ik heel mooi. Oké, dus je hebt die bloemetjes. Die soort van verspreid over haar bovenlichaam zitten. En dan de rest doorzichtig. En dan loopt het over naar de kokerrok. Ja, kokerrok. Ik vind het heel mooi. Ook vooral qua kleurcombinatie, zeg maar. Die bloemetjes zijn een beetje roze, maar ook met grijs. En dan heb je gewoon een hele mooie pastelkleur roze als rok. Ja, ik vind het heel tof. Oh my god. Hij is zo extra. Daiquiri Montgomery. Denk Daiquiri, maar ik weet niet of je het zo uitspreekt. Een pak met een soort van high waist broek. Alsof je van een stukje bij zit. Ik vind het wel tof. Het is net iets anders dan de rest. Of nou ja, tenminste dan de andere zwarte pakken. Oh, baby. Noah Schnapp. Ik vind hem zo schatje. Volgens mij wordt het echt een hele leuke jongen als hij iets ouder is. Dit pak, maar dan met een randje aan de zijkant. Sneakers aan en ja, ik vind het wel tof. Het is niet super extra, maar het is net iets meer extra dan gewoon alleen een wit pak. Nou, alleen een wit pak is eigenlijk al best wel heftig. Of nee, heftig. Best wel... Wauw, een wit pak. Maar ik vind het wel echt leuk staan. Andy Samberg. Ik vind hem zo grappig. Ook weer blauw. Zie je, blauw is een ding dit jaar. Amanda Burgle. Ik weet niet wat ik van dit model vind. Het lijkt een beetje op een lampenkap. Ik vind het niet lelijk. Maar ik vind het wel mooi. Tatiana Maslany. Met het gek gifgroene. Of gifgroene, ja, een beetje groen-gelige. Zij is van Orphan Black. Ik dacht oprecht al van, ze heeft iets bekend. Waar kan ik plaatsen? Dat is het. Oh.
geketend met haar. Ook weer zo'n okergele suède jasje. Lijkt het? Net zo'n dinges van Game of Thrones. En is het nou een panterprint? En Alsters. Het lijkt alsof hij gewoon zijn eigen weg is gegaan. En gewoon heeft gezegd van ja, ik wil dit heel graag hebben. En maakt niet uit hoe, maar ik wil het aan. Ik vind het een aparte combi, maar gewoon omdat hij het is, vind ik het gewoon heel leuk. Arjanka Kilger. Oké, hele moeilijke namen. Ja, ik vind het niet echt een hele gekke jurk of zo. Het lijkt een beetje alsof ze een zacht stofje aan heeft. Wat gebeurt hier? Maar ik vind hem wel mooi. Dat bordeaux rode en haar haar, dat het zo overloopt in een soort van ombretoon, is ook altijd echt top. Ik vind het wel een mooi jurk. En matching met de lippen. Nice. Ja, daar is mijn favorite. Deze spat er gewoon over. Angela Serfian. Ik denk dus echt dat ze van de Spy Who Dumped Me is, maar ik weet niet zeker. Ik blijf bij mijn standpunt. Ik denk dat dit mijn favoriet is van alle jurken, denk ik. Wow, deze vind ik heel mooi. Zuri Hall. Ik weet niet of ik haar ken. Hele mooie jurk dit. Ik weet niet precies wat er allemaal daarboven gebeurt. Maar sowieso, ze heeft echt een fantastisch lijntje. De haar zit heel mooi. Best wel, nou ja, niet heel erg extreem. Maar ook niet super simpel. Gewoon mooi. En die kleur van die jurk. Ik weet niet wat het is. Het is peachy, maar er zit een soort van een groenige... Ik denk dat het een soort van een glinster iets of zo. Een soort van parelmoer. Wauw, deze... Oké, ik weet niet of die ander mijn favoriet is. Deze vind ik ook heel mooi. Holy damn. Back me up guys als jullie dit heel mooi vinden. Want ik vind het echt top. Oké, jongens. Dat waren alle outfits die ik ga behandelen. Ik weet niet of ik ze allemaal heb gehad. Misschien heb ik er een paar overgeslagen. Maar het waren er heel veel. Laat me weten in de comments welke van de jurken of pakken jullie favoriet was. Ik ben benieuwd. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Even te laten weten of je dus dit een leuke serie zou vinden. En dan zie ik je snel weer. Doei!